In een der sfeervolle zalen van het Prinsenhof in Delft werd een jeugdmuziekwedstrijd gehouden waarin onder andere de 13-jarige Loes van der Graaf uitkwam. Een van haar tegenstanders was Koos van Kampen, die uit zijn bugel het Laigo van Händel probeerde te blazen. Meer waardering voor zijn muzikale prestaties kreeg deze salist. De jury kende hoge punten toe aan de solo van de jonge hoboïst Roger Dutille. Inge Jensen veroverde de eerste prijs in de afdeling voor 14- en 15-jarigen. Met een melodieuze toegift bewees Inge dat ze die eerste prijs ten volle verdiend had. Een elftal ballen lag in het Bossensportpark De Vliert voor de eerste centrale training van de Nederlands elftalclub in 1959. Lenstra en Wiersma waren er ook, maar ze konden wegens blessures niet deelnemen aan deze oefening, waarin 12 spelers goed onder handen genomen werden door de actieve bondstrainer Enik Schwartz. Van der Hart en Van der Kuil leidden dit trappencollege dat gestoten werd door Pieter Schaafland en De Munk. Oefenmeester Schwartz toonde zich zeer tevreden over de lichamelijke conditie van de spelers die aan zijn speciale zorgen werden toevertrouwd. Voor zover het de balbehandeling betreft legde hij zich vooral toe op het opvoeren van de koptechniek, waarin onder andere Van der Kuil, Rijvers, Van Wissen en Van der Hart zich al zeer bedreven toonden. Eddy Pieter Schaafland werd evenals Frans De Munk in de doelmond zwaar op de proef gesteld. De beide doelverdedigers bleken in prima vorm te zijn. Geestdriftig wierp zo de Nederlands elftalclub zich in de voorbereiding van het naderend interlandseizoen, dat begint met een strijd tegen de Belgen op 19 april. De 5800 ton metende Rotterdamse vrachtvaarder Callisto ging dan onder op de Noordzee na een aanvaring met de Liberiaanse tanker Endless Stream. De Liberiaan arriveerde de volgende morgen in Hoek van Holland met een groot gat in de voorsteven. Een Duitse coaster had de 34-koppige bemanning van de verongelukte Callisto onder leiding van kapitein Van der Zwan in de hoek afgezet. De geredden gingen naar het hoofdkantoor van hun rederij in Rotterdam, waar ze op verhaal konden komen, alvorens af te monsteren. Volmondig gaven de mannen toe dat ze hun redding te danken hadden aan het moedige ingrijpen van tweede stuurman Verbeet, die erin slaagde de sloep waarin ze alle gezeten waren uit de takels van de ontzette Davids te krijgen, terwijl de Callisto snel zonk. Tegenover het verlies van hun lijfgoederen en van hun geld stond het behoud van hun levens. Een geluk waarvan ze hier zich te midden van hun verwanten steeds meer bewust werden. De rederij zorgde er natuurlijk voor dat de 34 niet platzak naar huis hoefden te gaan. Ieder hunner kreeg een voorschot op de schadeuitkering. In een stemming die niet verried dat ze slechts enige uren eerder een scheepsramp meemaakten, keerden ze na de afmonstering huiswaarts. Deze baardige propaganda wordt gevoerd in Amersfoort, waar reeds vele mannen zich niet meer scheren met het oog op het 7e eeuwfeest van de Keistad, dat in de komende zomermaanden in een historische sfeer gevierd zal worden. Al deze mannelijke toeschouwers troffen wij aan in de Amersfoortse markthal, waar de gouden eeuw van Rembrandt terugkeerde tijdens een show van historische kostuums die veel belangstelling trok. De moderne burgers keken met bewondering naar hun stadgenoten die zich hadden uitgedost als 16e en 17e eeuwse poorters en poorteressen. Al die fraaie gewaden werden door de deelnemers, voor zover ze met naald en draad kunnen omgaan, zelf vervaardigd aan de hand van authentieke afbeeldingen die door de VVV Amersfoort werden verstrekt. Zichtbaar genoten de toeschouwers van dit charmante schouwspel, dat een voorproefje was van het eeuwfeest
dat een maximaal getal kerstedelingen in historische kledij te zien zal geven. De man en de vrouw die verleden week in kostuums van het jaar 1600 als bruid en bruidegom naar het stadhuis trokken, waren natuurlijk de hoofdrolspelers van de show. Gaarne onderbraken ze voor een half uur de wittebroodsweken om met de ambtenaar van de burgerlijke stand luister bij te zetten aan deze 17e eeuwse avond. Een lieftallig garderegiment veroverde de duizenden die de Nederlandse première bijwoonden van de Weense IJsrevue op de gladde vloer van de Hokkei in Den Haag. De wereldberoemde ijsballerina Eva Pavlik en haar partner Rudy Zeliger dansten onder meer het duet der kampioenen. Hartelijk applaus kregen ook de paradijsvogels. Exotische, tropische vogels die elegant over de koude ijsvloer gleden. De dans van Venus en Jupiter, uitgevoerd door Inge en Willy Schilling, is een der spectaculairste fragmenten van de revue die als titel heeft Betovering der Liefde. In deze Oostenrijkse productie is veel plaats ingeruimd voor Nederland, dat als tulpenland met bijzonder mooie boerinnetjes en welgebeende monentjes nog schoner blijkt te zijn dan de brochures van de reisbureaus het al gemaakt hebben. Die Weense uitbeelding van het leven in ons lage land deed al vele Nederlanders hun grauwe kwakkelwinter vergeten.